heel Nederland denkt Willem II wint die wedstrijd van FC Dordrecht. Dat gebeurt dan ook, maar jij zal vast niet heel blij zijn met de manier waarop dat gebeurde. Ah, ik heb niet op het puntje van mijn stoel gezeten, nee. Ik ben een trainer die ervan overtuigd is dat goed voetbal altijd wint. En we hebben vandaag niet zo goed gevoetbald, vond ik. We hebben wel heel veel kansen gecreëerd en te weinig doelpunten gemaakt. Maar ja, het voetbal was gewoon niet goed genoeg. Het is een compliment aan Dordrecht, denk ik. Ja, je wint toch. Hè. Dat is natuurlijk het belangrijkste. En hetgeen wat overheerst bij je dan zo kritisch dat ja, het spel wat je tegenviel, dat bij jou nu overheerst. Ja, daar ben ik heel kritisch over. Ja. Ik ben iemand die vanuit gaat dat als je goed voetbalt, dat je punten gaat pakken. En heel raar, ik heb misschien wel meer positiviteit in me als we winnen of verliezen van AZ met geweldig voetbal. Dan dit soort wedstrijden. En je moet ze wel winnen, dat is ook niet makkelijk. Hè? Want Dordrecht verdedigt met man en macht. En op een aanvallende manier, moet ik wel eerlijk zeggen. Dat doen ze heel erg goed. Het was hun laatste kans en dat hebben ze goed gedaan. En goed, we waren wat, misschien wel iets te volwassen om deze wedstrijd toch gelukkig te winnen. Zal ik het nou goed? Was jij de eerste die in de kleedkamer was in de rust? Ik zag, Lamproen maakte een foutje, uiteindelijk geweldig redden, corrigeerde het weer. Zag jou langzaam richting de kleedkamer gaan, toch nu even afkijken en gelijk de kleedkamer in? Ik dacht dat het afgelopen was en ik wilde graag mezelf voorbereiden op de bespreking in de rust. Dat zijn momenten dat we het de afgelopen weken over gehad hebben met z'n allen. Dan moet je de laatste minuut, dan ga je geen onnodige risico's meer nemen. Dan ga je tijd trekken, dan ga je de bal naar voren schieten. Want dat is nog maar even te spelen. Dus dat was wel een moment waar we heel snel van moeten leren, denk ik, op hoog niveau. Je hebt met 2-1, ja, onnodig spannend, denk ik, hè, in die laatste minuten nog. Ja, ze hebben één kans gehad en één doelpunt gemaakt. En die maakt ze goed uit, maar die geven wij natuurlijk ook wel weg. Ik las dat jullie komende week wat minder gaan trainen. Als je Willem II zou winnen vanavond, dan voor een paar dagen vrij zijn. Dat heb je goed gelezen. Dat staat nog steeds. Ja, mannen woord en woord. Als je wat zegt, moet je doen. En we gaan tot en met woensdag of tot en met dinsdag trainen. Woensdag vrij en genieten eventjes van een paar vrije dagen met familie en vrienden. Allemaal, niet alleen ik. Dat is mooi. Accu opladen. Op naar Pekken. Ja, dat zei je mooi van de week, hè, van onze camera. Ja, dit zijn misschien wel de lastigste weken van het seizoen. We kunnen er niet meer uit. Europees voetbal wordt lastig, maar probeer de ploeg maar gemotiveerd te houden. Ik kan dit dan even helpen, even je accu weer opladen? Nou, daar ben ik het niet mee eens hoor. Ik heb niet gezegd dat het maar uitzing is, de competitie. Daar hebben wij niet de kwaliteiten voor, daar hebben we niet de ploeg voor. Nee, niet uitzingen, maar dat het nu ja, hè, de echte grote druk is er vanaf. Nou, druk leg je jezelf op. En dat hebben we ook daarvoor volgens mij niet gedaan. Wij wilden erin blijven. Dat was onze doelstelling. Nu hebben we een andere doelstelling. Om elke wedstrijd maximaal eruit te halen. Om wedstrijden te winnen. En kunnen we met schuin oog naar Europees voetbal kijken. Dat is eigenlijk wel geweldig wat hier gebeurt.